Echt niet huilen. Oh. Echt niet huilen, man. Oh, ik heb een mes nu. Zo moet ik moeilijk. Oei. Nu ga ik naar huis, want ik mis Eden kapot erg. Davinia ook, maar Eden nog meer. Davinia is weggegaan met Eden naar zijn moeder. En ik weet echt niet waarom ik huil. Oké, okay, Eden, we gaan even de planning doornemen. Wij. Daarna ga ik jou in dit badje doen. Ik heb Eden even neergelegd, want... Dat... Kijk, dit is het moment dat ik dan begin te stressen, hè. Maar ik heb op mijn cv gezet, ik kan presteren onder druk. Goedemorgen jongens, het is vandaag donderdag en het is de ene laatste dag dat mijn kraamzorg hier is. Ik ga er wel stiekem missen hoor. Ze is nu even aan het helpen met de vaat uitruimen. En ik had dus in mijn vlog al een keer gezegd dat, dat of ik niet zou weten of ik de kraamzorg zeg maar leuk zou vinden. En dat ik het niet irritant zou vinden als zeg maar iemand altijd in mijn huis is. Maar ik ben heel erg positief erover. Ze hebben me heel goed geholpen. En ik ga er eigenlijk gewoon missen als het vrijdag voor het laatst is. Dus ik denk dat ik er ga ontvoeren en hier ga houden. Dat ze nooit meer weggaan. Ik ga nu even douchen, mezelf klaarmaken. En dan zie ik jullie straks weer. Na de bevalling is het heftigst. En... heel veel vrouwen zeggen ook van dat ze dan heel emotioneel zijn. Maar ik heb bij mezelf gemerkt dat ik echt gewoon lijp geïrriteerd ben op alles en iedereen. Ook, ik weet niet, DAF kan gewoon echt niks goed doen. En hij kwam net, hij ging net weg. En toen kwam hij naar boven, oh, ik wil echt niet huilen. Kijk hoe lief, hij kwam met een bos rozen. Met een kaartje erbij. Trots op jou, mijn baby mama, liefje, vervelende verloofde. En ik voel me dan gewoon zo schuldig, omdat ik echt al mijn irritatie op hem geuit. Oh. Echt niet huilen, man. Maar ik ben niet echt iemand die snel huilt, zeg maar. Alleen nu dan. Dus ik dacht ook van, die periode na de bevalling. Ik weet niet. Ik heb niet echt het gevoel gehad dat ik moest huilen of zo. Maar gewoon echt irritatie. Maar dan vind ik het juist weer zo lief dat hij dan die bloemen heeft gegeven. Echt mooi. Kijk nou. Daarna gewoon echt, we hebben denk ik gewoon een beetje te veel mensen uitgenodigd. Na de bevalling gewoon te veel mensen uitgenodigd. Maar ik merk nu wel dat het wat rustiger is en dat het wel beter gaat. En ik doe mijn best. Het gaat echt super goed hoor. Iden doet het super goed. Hij is lekker rustig. Hij slaapt de hele dag. Ik zag het gewoon echt niet aankomen. Echt zo lief. Vandaag ga ik jullie lekker meenemen door de dag heen. Het is nu inmiddels al avond. Het is 8-9 uur of zo. En vandaag was ik om 7 uur 's ochtends wakker. Iden had echt lekker doorgeslapen. Hij was alleen 3 uur 's nachts wakker geworden voor een flesje. En daarna 7 uur. Dus dat was wel fijn. En ik heb heel het huis opgeruimd. Ik heb de was gedaan. Ik heb de hele keuken opnieuw georganiseerd. Want het lag allemaal spullen die ik niet nodig had. En ik ga nu even mijn vlogcamera laden, want hij is leeg. En dan zal ik jullie even meenemen door de dag heen. Want door die bevallingsvlog heb ik eigenlijk... Na de bevallingsvlog heb ik eigenlijk niet heel veel meer gefilmd. Dus dat ga ik in deze vlog doen. Ik heb een mooie roos op tafel gezet. Hier zo. Ik heb echt veel ballonnen gekregen van iedereen. Dit wil ik eigenlijk echt weg hebben. Want ik hou echt niet van versieringen. Pardon. Ja. Het lijkt wel up. Voor je het weten stijgt Iden op. Hallo jongens. Ik ben hier met de schattigste voetjes van de wereld. Nou, vandaag ben ik om 19:30 wakker geworden. Iden heeft lekker doorgeslapen. Oh, een vliegende deur open. One second.
En ik was hem aan het verschonen nadat ik hem een flesje had gegeven. Is hij gewoon, terwijl ik hem aan het verschonen ben, aan het poepen. En toen dacht ik, weet je, ik wacht even nog een half uurtje. Want ik was echt kapot. En nu ga ik even zijn poepilletjes schonen. Oh mijn god, kijk hoe schattig deze voetjes. Ja, sorry Davinio. Maar ik ben toch iets meer verliefd geworden dan op iemand anders. En dat is Eden. Hé, hey, knappie. Mama, een kusje geven. Oh, je ruikt ook zo lekker. Ah, frisse koep. Frisse koep. Dus Eden is lekker aan het slapen. Nu als ik Peanut wil uitlaten, moet ik hem dus helemaal in de kinderwagen doen. Want ik kan hem natuurlijk niet alleen thuis laten. Maar vandaag heb ik gewoon even geen zin om heel die kinderwagen klaar te maken. Eerst een flesje te maken. Want als ik hem gewoon random ga meenemen, gaat hij huilen omdat hij dan honger heeft. Dus nu moet ik echt maar een hele voorbereiding treffen om Peanut uit te laten. Dus ik heb nu even mijn schoonmoeder Vanessa gebeld. Ik zeg heel de tijd mijn schoonmoeder in de vlog, maar vanaf nu ga ik haar gewoon Vanessa noemen. Zodat jullie weten of ik het heb. Dus Vanessa heb ik even gebeld of ze even langs zou komen. En die wilde het liefst elke dag langskomen om de kleinzoon te zien. Maar vanaf vandaag mag dat wel. Ik ben nu wel weer gewoon rustig geworden met bezoek en zo. En oma, ja, die kan je natuurlijk niet wegslaan. Omdat de kraamzorg langs was gekomen, lag alles helemaal door elkaar. En ik werd helemaal wild van die commode. Want ze gingen zeg maar wel de was doen en zo. Dat is wel fijn van kraamzorg. Maar ze heeft gewoon alles gewoon erin gepleurd. En sowieso, voordat ik zwanger was, had ik die commode ingedeeld en de kast. En ik had niet naar de maat gekeken. Dus nu is het hier echt één grote teringzooi. Nou, dit zijn alle grote maten die hij heeft. Die sowieso nog niet kan dragen deze maand en de maand erop. Maar de kleding in de commode, ja, het is echt een rotzooi hier. Ik moet echt vandaag opruimen, anders kan mijn hoofd niet aan. Ik heb trouwens het aankleedkussen zo gelegd. Want als hij zo ligt, heeft Davinio toch wel moeite om hem schuin aan te kleden. Dus dit is voor hem wat makkelijker. Maar ik moet een andere bestellen die wat korter is, want deze is dan te lang. Maar voor nu ga ik hem maar weer eventjes zo zetten. Kijk hoe schattig. Dit heb ik van Fanix gekregen. En nog een paar cadeautjes. Maar ik heb het al uitgepakt en niet meer gefilmd. Alles weer netjes zetten hoor. En ik heb deze luiercreme gehad. Ik weet alleen niet meer van wie hoor. Maar dit kreeg ik bij Genderview. En deze vind ik zo lekker ruiken. En het is zeg maar voor als je zeg maar het luiertje hebt verschoond. Dat hij niet geïrriteerde huid krijgt. En deze vind ik echt heel fijn. En zo ziet de commode er momenteel uit. Ik heb alle maatjes 50 en 56 hierin gedaan. En ik vind het nog steeds niet netjes genoeg liggen. Maar ja, dat zal wel aan mij liggen. Zo. En dan heb ik hier. De pampers moet ik nog even bijvullen. Alles ingezet. En ik heb echt spijt dat ik zoveel van deze heb gehaald. Want die water wipes, die zijn echt fijn. En lekker zacht op de huid. Deze zijn wat, ja, wat stroever of zo. En hier, mijn voet. Ja, hier heb ik eigenlijk alle hydrofiele doeken en dekentjes neergezet. Ik merk aan mezelf dat ik vergeet te eten en zo tussendoor. Dus ik ga nu even lekker Amerikaanse pannenkoekjes eten. En dan ga ik verder met mijn belastingaangifte, want dat moet ik ook doen. En daarna ga ik Eden zijn kastje opruimen. Yes, mijn prepfoods van Hey Food, die zijn binnen. Deze doos is voor mij, deze doos is voor Davinio. En ik ben echt benieuwd. Ik had ook echt honger. Ik heb conditioner in mijn haar gedaan en ik heb niet eens tijd gehad om het eruit te wassen. Maar sinds ik zwanger ben en nu ben bevallen, heb ik eigenlijk niet echt meer veel tijd besteed aan mijn eigen voeding. Omdat ik gewoon niet aan denk, omdat ik heel de tijd bezig ben. Ik heb nog echt adrenaline. En daarom dacht ik om gewoon eventjes de maaltijden van Hey Food te uitproberen. Ik zag het altijd op Dima de Snapchat en dat zag er altijd zo verrukkelijk uit. Dus vandaar dat ik zelf ben begonnen naar de braan.
Ik wil ook, als het weer kan, gaan sporten. Ik voel me nu echt goed. Maar ik vind het nog net iets te vroeg om te gaan sporten. Dus ja, nu op mijn voeding letten en dan daarna gaan gymmen. Dat is gewoon perfect voor mij. Goedemorgen jongens. Gisteren heb ik het eten gelijk opgegeten omdat ik echt honger had. Dus ik wil jullie vandaag mijn ontbijtje laten zien van Hey Foodie. Wat fijn is dat ik dus ook voor de Vino pakket heb gehaald. Dus dat hij niet mijn eten opeet. En dat we gewoon samen ja, dezelfde maaltijden kunnen eten. Dit is volgens mij bananenbrood. Voor breakfast. Met een lekkere sausje. Ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Het zag er in ieder geval heel lekker uit op Snapchat. En vandaag ga ik mijn voeten doen. Want ja, door de zwangerschap heen heb ik nu echt zo'n korstige eeltrand. En ja, deze week wil ik mezelf gewoon even weer gaan fixen. Want mijn nagel uitgroeien is niet normaal. Mijn wenkbrauw even weer bij laten doen. Mijn haar opnieuw doen. Dat is ook alweer drie, vier weken geleden dat ik dat heb gefixt. En dan ben ik weer good to go. En sinds ik moeder ben heb ik helemaal geen zin meer om make-up te doen of zo. Terwijl ik daar echt van hield om gewoon mijn make-up gewoon fresh te hebben. Maar nu, I don't give a shit. Oh, het ruikt zo lekker, jongens. Och. Nu weer even mijn bladeren aan het koken. Ik heb net die bieten gedronken. Oh god. Zo freaking bitter. Ik ga nu even mijn po pakken. En over een uurtje is de food doctor hier bij mij thuis. Dus ik ga even snel douchen en op die po zitten. Oh. Dan heb ik nog mijn belastingaangifte doen. Die heb ik gisteren gewoon helemaal geskipt om te doen. Because ik ben echt lui. Ik hou ervan. Kijk, als iemand zegt je hebt uiterlijk tot maandag, dan ga ik het maandag doen. Nou jongens, lange tijd geleden dat ze bij me thuis is gekomen. Maar we gaan weer voeten doen bij de food doctor. En het is echt fijn, maar ik ben natuurlijk net bevallen. En ze komt gewoon aan huis. Dus dan hoef ik de deur ook niet uit. Ik heb echt mijn voeten echt. Ja, ze zijn helemaal dik nog. Ze lekker masseren straks. Ja, heerlijk. Ja, ik heb mijn voeten echt al misschien een maand niet gedaan. Dus dat werd even tijd hoor. De Vino is weggegaan met Ida naar zijn moeder en ik weet echt niet waarom ik huil. Maar ik mis ze gewoon nu al, tot ik maar een uurtje weggaat. What the fuck. Ja, nu weet ik niet wat ik met mijn tijd moet doen, nu heb ik niks te doen. Ik wil gewoon 24-7 dezelfde adem inademen die Ida inademt. Oh, what the fuck. Ik snap echt niet, ik ben nooit zo emotioneel. En besef binnenkort moet ik weg voor opnames. Ik weet echt niet hoe ik dat ga doen. Hoe de fuck ga ik dat doen? Als ik nu al zoveel moeite heb met die uurtje dat hij weggaat. Ja, ik was zeggen ik ga opruimen, maar ik heb het huis echt wel 3 dagen achter elkaar lopen schoonmaken. Dus er blijft weinig over dan. Nou, ik denk dat ik Femke ga connecten. Als ze even wil komen chillen. En TikTok zo maken. Oké, jongens. Ik ben super blij. Want mijn co-sleeper die is binnengekomen. Van Twinkie. En dit is echt een handige co-sleeper. Want deze kan je dus in 1 hand omdraai meenemen. Dus. Zoals jullie weten. Nam ik Peanut altijd mee naar Funnings. Dus. Als ik weer ga werken en ik moet iedereen meenemen, dan kan ik deze co-sleeper gewoon in de auto gooien. En dan kan hij lekker daar slapen. Oh, ik heb een mes nu. Zo moet ik moeilijk. Oei. Oké, even kijken hoe dit werkt. Oh, wauw. Oké. Het heeft ook wieltjes. Oh, deze is wel echt vet handig hoor. Hoe kan die dan ook omhoog? Oh ja. Ze hebben trouwens ook echt zo'n schattig loopstoeltje. En een eetstoel. Maar dit is voor als die plus 6 maanden is. Dus
Die ga ik nog even in de verpakking laten. Nou jongens, welkom in de TikTok studio. De ghetto. Super ghetto. Ja, Femke appte me en zei ze van, ik heb een leuke TikTok gezien, gaan we die maken. Dus dat gaan we nu even doen. Aangezien we buren zijn. Ja. Is het mooi meegenomen. We zijn nu een mooie creatie aan het maken, maar jullie gaan straks zien wat het eindresultaat is. Ik heb die alvast geknapt. Nou jongens. Nou, Femke vond het een goed idee om mij als paard te gebruiken voor de TikTok. Jezus, dat is echt fucking heet. My little pony. Maar mijn hoofd moet meer zo, toch? Vers technologie. Ja, ik heb wel. Oké, maar wacht, ik ga dan naar links en jij moet dan naar rechts als eerst, oké? Oké. Ziet het er goed uit op beeld? Ja, hij moet eigenlijk hier. Ga die box even weg. My little pony, my little pony. Femke Louise. Lekker geslapen, jongen. Dat gaat weer even schoon. Ja. Wordt er steeds beter in, hè? Precies. Kijk, en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen handen. Handige manier. Maar ik doe het gewoon lekker op mijn eigen manier. En mijn eigen manier, dat is gewoon. Kijk, je doet gewoon. Je trekt hem gewoon bij zijn reet. Bij zijn billetjes. Zo broekje uit. Zien jullie dat? Koude rode muur, wie verzint dat ook? Hè? Het is 8 uur. En ik ben helemaal gesloopt. Oh. Oh, jeetje. Ik ga straks even mijn Bita drinken. Op bladeren zitten. En ja, daarna will call it a day. Ik wil ook mijn haar nog doen. Morgen hebben we wel een belangrijke dag. We gaan de erkenning fixen. Wat gaan we nog meer doen? We hebben een bezichtiging morgen. Wat gaan we nog meer doen? Dat was het volgens mij wel. Ik heb een beetje het gevoel dat ik zeg maar meer ben afgevallen na de zwangerschap dan hoeveel ik woog en hoe vatschrik eruit voor de zwangerschap. Het gaat de goede kant op met buikbinden. Mijn buik is echt al weer. Ja, qua formaat is het net als weer hoe het was voor de zwangerschap. Ik heb wel alleen een paar striemen aan overgehouden, maar I love my tiger stripes. Oh, ja, hij is net wakker geworden, maar ik hoop dat hij nog een beetje in slaap valt. Zodat ik ook nog even snel een dutje kan meepakken. Nou jongens, het is 1,5 week geleden dat ik ben bevallen. En ik zeg jullie eerlijk, ik ben echt geschrokken van hoe snel mijn buik weer... Ja, oude resultaat is. Ik ben volgens mij zelfs hier dunner geworden. En ik denk dat het wel echt om het buikbinden. Ik heb wel nog wat striemen overgehouden. Maar ja, ik accepteer mijn lichaam gewoon hoe het is. En ik stormde er niet echt heel erg aan. Ik kan niet wachten tot ik naar de gym kan gaan. Zodat ik dit nog een beetje strakker kan maken. En dan ben ik ja, eigenlijk helemaal tevreden. Dus alleen nog even die... Loshangende vetjes, even trainen en mijn rugvet. En dan ben ik good to go. Maar 1,5 week, ja, het is echt lijp hoor, dit resultaat. Goedemorgen jongens, de opstart van de nacht was een turbulente nacht. Jullie wou echt niet gaan slapen. Hou alleen maar spelen en knuffelen. En op een gegeven moment was hij in slaap gevallen om 1:30. En pas om 6:30 werd hij weer wakker. Dus hij heeft deze nacht... Echt goed doorgeslapen. Ja, we gaan straks naar de gemeente. Ik ga nu eventjes mijn po opwarmen en Bita drinken. En dan mijn ontbijtje van Heyfoodie eten. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik mijn haar fixen en dan is het alweer tijd om te gaan. Oké, ik ga nu Bita drinken. Voor de mensen die niet weten wat het is. Het is een heel vies en bitter Surinaams drankje om jezelf van binnen te reinigen.
En ja, sinds de zwangerschap tot nu drink ik dit straight elke ochtend en avond. En ik ga dood. Maar ik ben er nu wel een soort van gewend. Die eerste keer was echt killing. Maar nu kill ik het. Oké, okay, let's go. Nou jongens, ik ben bij Sorelle Beauty Bar in Diemen. En iedereen vroeg me dus hoe kan het dat je er zo goed uitziet tijdens je bevalling. Nou, dat komt voordat ik naar de bevalling ging, was ik hier. Ik had toen mijn wimperschaar en mijn wenkbrauwen. En mijn wenkbrauwen die zijn gewoon echt 3 weken lang blijven zitten. Hè? Kapot groeien, ja man. Dus ja, sinds ik bevallen ben heb ik helemaal geen zin meer om iets aan mijn hoofd te doen. Terwijl ik altijd make-up opdoen vond ik echt leuk. Maar nu heb ik er gewoon geen behoefte aan. Dus daarom ben ik hier weer, want ik was echt tevreden vorige keer. Dus ja, nu gaan we gewoon weer knallen. En ik laat jullie straks die end result zien. Zo, omdat ik thuis echt op automatisch piloot ben, heb ik daar ook echt gewoon een uur lopen slapen volgens mij. Maar we zijn helemaal fresh. Good to go. Hoef ik geen make-up meer op. Ik wil deze week ook even mijn haar fixen, want die zit ook helemaal los. Tijdens de bevalling heb ik echt zo druk lopen bewegen met mijn hoofd en alles. Dus dat wil ik deze week ook gefixt hebben. En dan ben ik gewoon weer helemaal fresh. En mijn nagels moet ik ook nog doen, maar dat kan later wel. Mijn voeten heb ik gisteren gedaan. Nu ga ik naar huis, want ik mis Eden kapot erg. Dat vind je ook hoor, maar Eden nog meer. En hij stuurt me allemaal video's en ik wil gewoon... Ik wil naar huis rijden en ik wil mijn babytje knuffelen. Ik wil ook mijn avondeten eten. Ik vergeet elke keer het eten te filmen van Hey Foodie. Omdat ik zoveel honger heb dat ik het gelijk opeet. Maar ik ga proberen straks even te filmen wat mijn avondeten is. Hey jongens, goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. En ik ben gewoon weer vergeten het eten te posten van Hey Foodie. Omdat het gewoon zo lekker is dat ik het gewoon gelijk opeet. En ik wil ook even zeggen dat ik best wel veel prep meals heb geprobeerd. Maar ik de prep meals van Hey Foodie echt oprecht zo lekker vind. Ook gewoon omdat het gewoon lekker gevarieerd is. Dus ja, ik ben zeker heel erg tevreden. Je kan dus kiezen tussen een standaard pakket en voor als je wilt afvallen, zeg maar. Dus voor mijn caloriearm. Ik weet niet precies of ik het goed zeg. Maar ik heb het standaard pakket. Omdat ik niet per se hoef af te vallen, maar ik wil gewoon meer gevarieerd eten. En dat ik me echt hou aan ochtend, lunch en avondeten. Want ik merk aan mezelf dat ik... heel vaak vergeet om gewoon überhaupt te eten of te drinken. Dus ja, dat is eigenlijk het enige wat ik nodig heb. En ik ben zwaar tevreden met het eten. Vanochtend was het dat ik als ontbijt een broodje omelet. Ik ben helemaal buiten adem van het lopen. Ik heb ook mijn buik weer gebonden. Steeds een tandje strakker. En ik ga even poepen. Later. Oh. Ik vind niet of gisteren zijn eten niet gegeten. Dus nu eet ik hem. En deze is echt kapot lekker. Ik eet even snel hoor, want anders heb ik geen tijd om te eten. Een paar happen, dan ga ik hem pakken. Ik ga hem pakken. Ik ga nu even mijn salade eten van Hey Foodie. En ze doen er ook altijd een toetje bij. Kapot lekker. En alles is heel gezond. Dus deze ga ik maar even opsmikkelen als lunch en dan straks mijn avondeten. Nou, mijn kleine schatje is lekker actief aan het spelen. Hij is vandaag zo actief. Echt een van de meest actieve dagen. Actief in de night, actief tot de morgen. Zij weet al van mij, ik lig zonder zorgen. Ja, en ik ben een beetje gespannen hoor. Want ik ga dus vandaag voor het eerst zonder kraamzorg mijn Scotty Bouty in het bad doen. Dus ja, even voelen, kamertemperatuurtje, ingebouwde dingetjes hier zo. Veel mensen vroegen ook waar we hier bad vandaan, het is van BBU. Helaas geen kortingscode, misschien als de mensen van BBU kijken, geef me even een kortingscode voor mijn volgers. En dan kunnen we het verder regelen, ouwe. Nou, pray for me dat ik het goed doe. Ik ga denk ik die camera dan even hier zetten. Kijk hoor, als ik hem hier zet. Ja, dat komt helemaal goed. Oké, Ida, we gaan even de planning doornemen. Wij gaan eerst jouw poepluier verschonen. Ja, hou je nog bij? Oké, dit is de briefing. Daarna
ga ik jou in dit badje doen. Even voelen of het goede temperatuur is. Ja. Ga je ook even voelen met je hand of met je voet? Ja, laat hem met je voet doen. Even kijken. Oké, okay, dan moet die andere sok ook wel uit. Even kijken. Goed gekeurd? Ja, oké, okay, mooi. Nou, dan ga ik eerst jouw luier verschonen. En dan gaan we daarna in bad. Oké, okay, ik moest even het bad omdraaien, want ik ben linkshandig. En ik moet hem zo vasthouden. En ik heb ook een handige washandspons, zodat hij zeg maar niet wegglijdt onder me vandaan. Ik heb iedereen even neergelegd, want dat komt precies. Ja, ik moet nog eventjes mijn draaier in vinden hoor, want dit, ik vind het nog best wel, ik vind dit eng. Oh ja, voetjes tegen de rand. Vooral dat die poep tussen zijn bil weghalen. Oh my god, look at me being a mom. Ik was bang dat het water net iets te heet was, maar hij doet het echt goed. En hij zet zichzelf elke keer af van die rand. Volgens mij vindt hij het wel lekker. En nu is het de bedoeling dat hij er ook weer uitkomt. Hoe de fuck ga ik dit doen? Hey! Ja, weer eruit. Hatsa flatsa. Kijk eens. Mama kan alles, hè? Mama is wel kletsnat, maar dat maakt niet uit. Ja. Dat was lekker, hè, Bud? Dat was lekker, dat doet je denken aan die waterige baarmoeder van mami. Dat was het ook lekker waterig, hè? Want je kwam er met een of andere vloedgolf uit, wist je dat? Oké, okay, nou, dan zijn we nu in de babykamer. En ik dacht, hij is zo druk vandaag en hij wou niet slapen, hij heeft veel gegeten. En als ik hem in bad doe, dacht ik van, nou dan is hij waarschijnlijk wel weer rustig. Topper. Mama gaat je eerst lekker insmeren met Zwitsal. Want ik hou van baby's die ruiken naar Zwitsal. Slaapzacht massageolie. Kijk hier die poefvlek hier. Zijn poep lijkt gewoon op kip curry kruiden, hè? Niet normaal. Maar iedereen zegt ook van, die poep van die newborn is het minst erg. Totdat die echt eten gaat eten. Nou, mij niet gezien. Oh ja, en kraamzorg zei dus met een hydrofiele doek even tussen die plooien. Daar zit ook veel viezigheid. In die dikke nekplooi van je lieve schat. Dan kan je me wegtrappen, maar ik moet gewoon jou even insmeren, want anders heb je bachao. Net als mama's lip. Let op met die plassen van je, hè. Er kwam gewoon een straal zo recht langs mijn gezicht en ik dacht, hoi joh. Als jij ook nog eens goed kon schieten, dan zat er zo pis in mijn gezicht. En als het te lang duurt, dan begint hij te trappelen en te schreeuwen. Als de wekker. Ga geen scène schoppen, lieve schat. Ik ga geen sensa voor mama maken, kom. Kijk, als je gewoon meewerkt, dan zijn we zo klaar, weet je? Maar als je zo druk gaat doen, dan zijn we morgen nog steeds bezig. Snap je? Snap je? Lieve schat, snap je? Kijk, dit bedoel ik. Geen scène schoppen, lieve schat. Ja, je hebt het koud. I know. Ja, maar ik ben toch bezig? Ga me niet haasten. Oh. Ja, ik kan echt niet sneller. Ja. Ik weet het. Emotional damage. Kijk, dit is het moment dat ik dan begin te stressen, hè. Maar ik heb op mijn cv gezet, ik kan presteren onder druk. Dus ja, daar moet ik me nu wel aan houden. Kom, schat. Hofie. Oké, deze is nat en vies met poep, dus die gaat in de was. Schat, zo kan ik toch niet werken. Voordat je gaat slapen, schat. Kijk eens, mooi boy. Oh, hou je nou echt met tranen? Nou, kijk eens aan. Zodra we de buitenkamer en je slaapkamer uitlopen, is er opeens niks meer aan de hand. Je bent zo knap.
Ik heb hele gesprekken met deze baby die pas 2 weken op de wereld is. Nou, Iden ligt helemaal KO. Ik wil niet te hard praten. Oeps. Je bent niet de enige die woordjes laat, hoor. En die vinger gaat ook gewoon niet weg. Kijk hoe klein dat vingertje is. Is gewoon net zo lang als mijn wimper. Nou, dat bad heeft gewerkt. Dus als hij niet wil slapen, dan gooi ik hem gewoon in bad. En dan weet ik dat hij gewoon daarna lekker gaat slapen. En ik heb trouwens ook echt een hele leuke, lieve Nijntje knuffel gekregen van mijn broer. Die ga ik zo aan jullie laten zien. Als ik Iden in zijn box heb neergelegd. Maar ik wil nog niet te snel opstaan. Want dan gaan die knappe oogjes van hem weer open. En dan moet ik hem weer gaan entertainen. Dus ik wacht nog even 5 minuutjes. En dan ga ik het jullie laten zien. Nou, hij ligt in zijn bedje, hoor. Kijk hier. Oh my god. Zo schattig. Echt heel cute. Nou, dit was alweer de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal en ook sowieso nieuw bent. Hallo, welkom. Welcome to the Vonneke family. Ja, vergeet natuurlijk niet te abonneren. En laat ook even een leuke reactie hieronder. Ik lees sowieso alles, maar op alles reageren, dat is gewoon te moeilijk. En ik wil jullie ook dus bedanken voor alle lieve reacties die ik deze laatste dagen heb binnengekregen. Ik waardeer het heel erg en ik ben super blij met jullie als fanbase, wil ik niet zeggen. Gewoon supporters. En dan hoop ik jullie weer te zien bij de volgende vlog op vrijdag om 6 uur hier op deze plek. Same time, different vlog. Oké, bye!